ik dat ook kan. Welkom bij Schilders TV. Vandaag hebben we meerdere items voor jullie opgenomen met deze jongen hier, de Ultramax 695. We laten jullie precies zien hoe hij werkt, welke stappen ondernomen moeten worden, hoe je het beste resultaat krijgt en nog veel meer. Dus blijf vooral kijken. We hebben hier een spuittip 419, hoek van 4, opening 19, dus het aantal muurverf wat in de leen spuit. Hij kan er op zeg maar één manier in, een rak 10. Rak 10 is ook een gedeelte veiligheid, zodat je in ieder geval niet met je vingers bij de spuitgat kan komen. Want daar staat zoveel druk op en ja, die gaat natuurlijk gigantisch door je vinger heen. Een kwestie van insteken, omdraaien en hij is spuitklaar. Ik zet het knop om op het pistool. Ik ga mijn druk opbouwen. Ik begin heel even op een lage druk om te kijken hoe mijn spuitbaan is. Nou, zoals je ziet, de spuitbaan is niet mooi. Ik heb teling. Dus hier binnen in het midden heb ik redelijk goede dekking en hier buitenom wordt het steeds minder tot aan de streep. Dat heet teling. Dat kan betekenen dat of mijn druk omhoog moet, of het product is te dik en dan moet ik hem 3 of tot 5% verdunnen. Maar ik ben laag begonnen in de druk, dus ik kan nog druk opbouwen. Ik heb hem nu op volle druk staan, dus ik ga even kijken of de teling weg is. En zoals je ziet, de teling is nu verdwenen, dus ik zou nu de muur op zich kunnen spuiten. Ik heb jou net uitgelegd, 25 tot 30 centimeter van de muur af, ja. Gewoon van links naar rechts in rechte banen en je moet ongeveer een overlapping hebben van 50 centimeter per spuitbaan. Ja. Nou, laat maar zien wat je kunt. Kijk of ik dat ook kan. Voor de eerste keer, ik vind het hartstikke knap. Oké, nou, dankjewel. Even bij, vond je dit leuk? Geef dan die like. En wil je nou meer leuke en leerzame video's? Abonneer natuurlijk voor meer. En heb je zelf een tof idee? Stuur ons dan een mailtje en misschien komen we de volgende keer bij jou langs. Ik zie jullie de volgende keer. Doei doei!